Zulu hangt erboven, Zulu hangt erboven, taxi let op. Ik vermoed dat de Mirror Park hier links op is. Zo! Ja, geluidsoverlasje. Nou, hij wordt gezocht. Okay. Oh, auw! Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTAV LSP4 en morgen en vandaag spelen we LSP4 dag 48 is het geloof ik. Vandaag weer een dagdienst, we zijn wat later begonnen dan normaal, 8:30 bijna. Zoals jullie voor mij zien staan er weer heel veel of een paar voertuigen, waaronder een fiets. Fiets is foute kleur, let daar dus niet op. Nou, we hebben Touran T5, Volvo, Mercedes. En jullie mochten via Instagram, konden jullie weer kiezen. Nou, laten we beginnen met de fiets, die had 7 stemmen geloof ik. Laten we dan kijken naar de Mercedes. Bij de vorige keer kiezen kwam achteraf de Mercedes heel veel. En iedereen in de reacties Mercedes, Mercedes, Mercedes. En vervolgens bij deze keer haalt hij ook maar 7. De Volvo haalt er 4. Nee, ja, 4 of 3. De Touran haalt er maar liefst 4. En de T513, dus het wordt vandaag de T5. Ik heb de T5 inmiddels al ingesteld op ja, juiste zwaailichten, tot die mooi van links naar rechts lekker snel gaat. Oranje staat helemaal goed. Dus laten we die vandaag meenemen. Dus nogmaals, kijk op mijn Instagram voor stemmen op het voertuig dat jullie de volgende aflevering willen zien. Misschien dat ik de volgende aflevering toch maar de Mercedes ga pakken. Want ja, ik denk dat ik eigenlijk als ik deze video upload weer alleen maar Mercedes, Mercedes, Mercedes in de reacties zie staan. De volgende keer wordt de Mercedes unmarked. En daarna mogen jullie lekker kiezen. Genoeg gepraat, we hebben een vuurwapen, we hebben een taser, we hebben een zaklamp, een knuppel om te, een dummy geloof ik. Of noem je dan? Gummy, dummy, weet ik veel, om te slaan. En we hebben nieuwe call-outs, dus ik heb er zin en ik hoop jullie ook. Laten we de straat op gaan. We doen natuurlijk eerst nog even het voertuig hier zo neerzetten. En dan gaan we eens kijken. Stoppolitie achterwerkt, stoppolitie voorwerkt. Nou, we doen hem maar even als een echte agent. Dit is Wim trouwens, jullie kennen Wim natuurlijk allemaal. Voor de mensen die niet kennen, Wim is mijn vaste character, deze LSP4 reeks. Oranje doet het ook. En blauw doet het zo te zien ook, hè? Ja, blauw doet het ook. Misschien is de T5 wel wat fel. Oh. De andere voertuigen zijn inmiddels al meegenomen door de collega's. Als ik merk dat de T5 veel te veel licht geeft, zoals je toch wel ziet. Kijk, zo niet. Zo geeft het dak toch wel een vervelende reflectie. Dan gaan we over op de nachtdienst. Maar voor nu kunnen we hiermee verder gaan. De meldingen staan geloof ik gewoon aan. Dus het is nog rustig. Nee, we stoppen toch maar even rood. Nou, we letten natuurlijk op opvallende voertuigen. En we nemen natuurlijk meldingen aan. We zitten in de noodhulp vandaag. Zoals altijd. Of meestal. Hier vind ik een heel rare wegsituatie. Ik praat echt veel. Kijk, hier staat een pijl naar rechts. Maar als je hier naar rechts zou gaan, dat kan niet. Heel raar. Oh, daar komt de eerste melding. Ja, kijk, we moeten even kijken. Dit is een melding, ik laat hem gaan. Je moet iemand in de gaten houden. Dat is eerder een melding even voor een marktwagen. Adam 4 heeft hem al overgenomen. Hoor ik. Dus dan kun je de volgende keer als we een marktauto pakken, de Mercedes, kunnen we wel eens zo'n melding aannemen. Ga maar even naar links. Anders pakken we even de porto erbij. Niet de gewone. We pakken playcheck en als we een opvallend voertuig zien. Of gewoon even een random voertuig. Zoals deze. Die is geen kenteken voor. Controleren we gelijk even zijn kenteken achter. Misschien is het al vaker voorgekomen. Dat
hij geen kenteken voor, of dat hij daar al een waarschuwing of een bekeuring voor heeft gekregen. Hij heeft sowieso een suspended driver license. Hij heeft 1 bekeuring gehad. Hij staat hier stil, handig meneer. Kunnen mensen hier eventueel veilig langs? Dat kan. Mevrouw, nee meneer is het. Hallo. Ik ga even aan de andere kant staan hoor. Goed, de reden dat ik aan de kant zet. Is dat ik geen kenteken voor zag. En ik krijg wel meldingen via mijn ANPR camera. Die zit ergens daar binnenin, weet ik veel waar. Charles MacArthur, ik ga even, ik ben zo terug. Ja, Charles heeft natuurlijk een suspended driver license. License is valid, dat vind ik apart. Is hij de eigenaar van het voertuig? We hebben geloof ik net een ander voertuig gecontroleerd per ongeluk. Ik denk het wel. Ja, Charles McCarney heeft 3 bekeuringen gehad. Kunnen niet zien waarvoor. Charles, even, ik heb verkeerd een voertuig net gecontroleerd. Mijn fout, en hebben we die laten gaan. In ieder geval, ja, je hebt 3 bekeuringen gehad. Laten we even gewoon denken, of denkbeeldig bedenken tot het voor het kenteken voor was. Dus bij deze krijg je weer een bekeuring. Doe er echt iets aan, want het mag gewoon niet. Of je moet al een hoe noemen ze zo'n ding, zo'n vrijstelling hebben om niet te hebben, omdat het een auto is. Ik geloof dat Ferrari en Lamborghini dat nog wel eens kan regelen, of in ieder geval met zo'n klein stickertje van het kenteken. Maar goed, doe er iets aan de volgende keer. Je krijgt een walkmelding, vind ik. Nu heb je even de walkmelding. Oh, nee, dat is handig, joh. Je gaat er links langs om vervolgens naar rechts. Ik negeer hem, ik negeer hem. Die kunnen we wel even inrekenen. Oeh, dit wordt een snelweggevalletje, denk ik. Nee, ik weet niet. Iemand die wordt gezocht in een voertuig. Ik vermoed eigenlijk dat hij op de snelweg rijdt. Als ik het zo bekijk wat het middenpunt is. Of hier onderdoor. Ik hoop dat het gebied verandert. En daarmee bedoel ik dus dat hij zo meteen een nieuwe locatie door gaat geven. Dat hem toevallig. Oh ja, hij gaat hier rechtdoor. Oh, daar is Zulu, die vliegt mee. Dat was heel close, maar goed. Zulu hangt erboven. Zulu hangt erboven. Taxi, let op. Als de Zulu erboven hangt, waar hangt de Zulu? Oh, die is al ver. Dat is een snel voertuig. T5 valt er even moeite met optrekken, maar als je eenmaal onderweg is, gaat het lekker. We gaan helemaal links op. Goed, nu wordt het hier wachten op de nieuwe locatie. Of we moeten de Zulu al in de lucht zien. Dispatch, we are at the location. No suspect visible. Dat is niet de Zulu. Maar daar hangt de Zulu. Onbekend wat met het voertuig aan de hand is. Oeh, daar heb ik geluk. Zulu hangt hier. Dus ze zouden hier moeten komen. Zou het die zwarte hier zijn? Ja. Nee. Dat is hem. Is dit hem? Dit is hem. Hij draait om, hij draait om.
Oh, dit is hier even een doolhof. Uitstappen. Vuurwapen, uitstappen. Staan blijven. Taser. Staan blijven. En aangehouden, je wordt nog gezocht. Als ze eenmaal aanhouding, de Zulu kan op vervolgen. Kan iemand voor je op te halen en naar het bureau te brengen. Je voertuig wordt in beslag genomen. Of in ieder geval weggetakeld hier. Zo, daar is hij. Oké, voertuig is weg. Jij gaat met hem mee. Goed. We gaan door. Volgende melding. Ja, rij dan door. Het was zo groen. Target license plate. 2-6 Nora Sam William 607. Ja, dankjewel OC. Het is duidelijk. Het voertuig wordt gezocht. Of de eigenaar wordt gezocht. Knip hem echt naar links, maar je doet niks. Ja, dat vind ik wel een goede plek om te stoppen. Goedendag. Hi. Ik ga weer eens even zien. Als het goed is, krijgen we dan nog een bevestiging. Dat die zeker weten wordt gezocht. Goed, je mag even uitstappen. En met deze aangehouden. Jan, even waar ik ze kan zien. Oh, niet het voertuig. Piece of crap. Goed, ik ga naar het bureau. Je wordt nog gezocht, daar zoeken ze verder uit waarom je wordt gezocht. En wat de gevolgen zijn, ja? Ook jouw voertuig gaat worden afgesloten. Adam 6, copy. We'll check it out. Roger. Goed, tweede aanhouding voor vandaag. Nog niet echte meldingen gehad. Ja, eentje wel een grote melding op zich. Maar het gaat nog. Takenwagen nemen we maar mee. Goed zo, wij gaan door. Disturbance. Oh, wat was dat voor een geluidje? Mirror Park Disturbance, een tweetje daar naartoe. Ik vermoed dat de Mirror Park hier links op is. Zo! Ah, toch rechts. Daar had ik geluk dat ik toch maar naar links ging. Maar goed. Ik ga naar Mirror Park voor een disturbance. Onbekend wat de disturbance melding is. We gaan even met een tweetje vrijstelling doorheen. Weet je wat ik eigenlijk wel echt jammer vind, is dat er geen rotondes zijn in het spel. Zo'n rotonde zoals we in Nederland kennen. Waar je echt zo lekker zo er langs kunt scheuren. Oh, dankjewel. Hier rechtsop zie ik. De beller zou nog aanwezig zijn. We hadden ook al informatie wie de beller was. We steken even over. Het is in een huis zo te zien. Bij een huis. Mogelijk weer geluidsoverlast. Ja, geluidsoverlastje.
Wacht, zullen we maar even... Of ja, ik zou het niet heel fijn vinden als ik eigenlijk bel voor mijn buren wat ik niet wil vertellen. Of wat ik eigenlijk niet wil tot ze het weten. En dat ik dan vol een politieauto op mijn stoep heb staan. Dus we zetten hem even daar neer. Heeft u het geluid? Nee. Hallo mevrouw, vertel. We gaan wel lekker schreeuwen dadelijk. Dank u wel. Wij gaan even kijken nemen. Ja, ze zegt het feest is veel te wild. Ze gooien met bierflessen, gelukkig niet naar mevrouw. Nou, je ziet maar weer wat voor een voertuig hier staan. Oh, dit gaat nog een leuke melding worden, ik zeg het. We gaan eerst even aanbellen. Wat een tuig hier allemaal, joh. Wat een voertuig. Ik bespaar jullie al mijn gepraat even en ik los het even... op zonder te veel te praten, want dan moet ik weer gaan editen. Ja, ik edit sowieso, maar hoe ik praat en dan is het weer niet verstaan. Doei! Ja, doei. Ik negeer het feit dat hij me twee keer varken in uniform noemt. Doe eens aan je poort, hij gaat niet open. Het geluid is minder. Zachter. Nou, mevrouw zal het horen, ik ga niet haar weer... Zo. Ik kan nog even doorgeven aan mevrouw. Ze zal niet dom zijn. Maar goed. Nu zetten we hem wel even hier neer. Hallo mevrouw. Het is minder zoals u hoort. Oh, u bent weg, doei. Oh. Inbraak heet dat? Ik begrijp een inbraak heet dat. Oh, in ieder geval, we gaan even met een tweetje. Nee, ik denk toch een eentje. 1 Lincoln 18. Offices on scene. Respond code 2. Wat ik begrijp is een collega staan te plaatsen. Oh nee, het is een moord. Blijven van me staan hier. Collega, hoi. It was the other cop, he's dirty. What? But I guess you'll do. Oh, we zijn opeens detective. Oké. Okay. Jullie worden allemaal aangehouden en naar het bureau gebracht voor onderzoek. Collega, jij gaat ook even naar het bureau zometeen met de OV. Wat heb jij? Wat is dat? Wat in de zak? Ja. Jij bent ook aangehouden. Allemaal op verdenking, ja. Allemaal verdachten in ieder geval. En jij ook. En de collega, jij gaat, wat ik al zei, even met de OVD praten. Of de OVJ, officier van justitie, ik weet allemaal niet. En jij gaat even bespreken met hem wat gebeurd is. En je wapen inleveren. Omdat we hem toch zeggen... dat hij het heeft gedaan. Of in ieder geval één iemand zegt het. Gracias, oké. Hoi. Deze twee zijn van jullie. Ja, sirene hoeven niet aan. Zo, daar zijn we weer. We stonden hier met Franklin. Dus op die weg. Want Franklin die rijdt nu opeens overal naartoe met zijn motor. Dus we staan opeens helemaal hier. Maar ik denk wel dat we hier een heel mooi
plekje hebben om even te stoppen en even een hele mooie foto te maken. Dat denk ik wel. Zet even blauw aan. Even F1. Het is allemaal nutteloze informatie voor jullie, maar zo maak ik mijn thumbnails zo meteen. Verdacht voertuig. 1 Lincoln 18. Respond code 2. Oh ja, blauw is doordat de game crashte weer even op deze manier. Niet heel veel verschil, het knippert gewoon nog steeds. Dus we hebben een verdacht voertuig in de woonwijk hier. Omdat. Oh, ik ben lekker aan het rijden. We gaan er even met spoed heen, want ja, misschien is het een inbreker. Ja, goed bezig met rijden vandaag. Het kan nog een leuke weg worden om even te scheuren. Lijkt me zo leuk om in het echt een keer in zo'n voertuig te mogen racen. Dus ben je een politieman of ken je een politieman? En wil je deze leuke jongen een dienst meenemen? Of in ieder geval vragen of ik een dienst mee mag. Altijd welkom, dan zal ik daar een soort van vlog over maken. Dus een video gewoon. Over een dienst mee met de politie. Dus nou ja, misschien is je vader wel politieagent. Laat het even in de reacties weten. Of misschien ben je wel politieagent die naar mijn video's kijkt. Nou, ook leuker en nog leuker. En denk je van, ik kan hem wel eens een dienstje meenemen. Dit is een groot voertuig. Perform a traffic stop, then press T. Stop vooraan. Arrest the suspect. Staat hij stil? Goedendag. Is everything okay? Pull you over because your driving seems a bit... Okay. Praat hij zelf? Oh, kut. Ja, jongens! Which Pokémon team are you on? Nou, ik was geloof ik blauw. Met een beetje oude... info. Ja, ik kan niet meer dan dit. Stop! Police! You little shit! Ik hoef niet met jou te praten. Ik kom niet ver met deze verdachte. Nu heb ik hem pas een stopteken gegeven, geloof ik. Hij rijdt door het park. En boom! Stop hier even, stoppen, stoppen, stoppen. Zo. Nu kunnen we misschien een beter gesprek met hem voeren. Hi. Ik rij best even zien. Dat is een telefoon. Je hebt ook een telefoon in je handen. Oké. Okay. Oh, hij wordt gezocht. Okay. Oh, auw! OC, achtervolging. Ah, nee, dit is een foute keuze. Sterk voertuig. Staan blijven! Hij is gevallen, geloof ik. We gaan met het voertuig erachteraan. Stoppen. Oeh, ja. We hebben een beetje verkeerd geparkeerd op een rip. Goed mensen, wij gaan dit maar eens uitleggen aan de grote baas wat we hebben gedaan. En wat is gebeurd met ons voertuig? Ja,
Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het kijken en dan zie ik jullie bij de volgende video. Een markt Mercedes AMG, geloof ik dat het een Mercedes AMG is. Ik weet niet, ik zie jullie dan. Doei!